tiertje, toch? Of zoiets? Ja, zoiets. Ja, iets van 20 minuten. Dus, Welkom allemaal. Het is inmiddels lekker vol geworden en lekker warm hier ook, volgens mij. Ik ben hier de hele avond en praat met festivalauteurs over het boek van hun leven. En het boek van hun leven, dat is een boek dat hen inspireert of raakt of hun artistieke, morele of intellectuele kompas heeft gevormd. Of een boek dat ze iedereen aanraden. Je kunt iets verzinnen bij het boek van je leven. En Ilja Leonard Pfeiffer heeft de Odyssee gekozen van Homerus. Dus vertel, want het is toch een beetje het oerboek, toch? Oerboeken. Ja, precies. Het is terecht dat je mij verwijt dat het een weinig originele keuze is. Maar toch kon ik niet anders. Als ik het moet hebben over het belangrijkste boek aller tijden, dan moet dat de Odyssee van Homerus zijn. En bovendien ben ik natuurlijk ook misvormd door mijn opleiding als klassicus. En hoe graag ik die misschien ook zou verloochenen, is dat onmogelijk. Dus ja. De Odyssee was werkelijk de enige keuze die in aanmerking kon komen voor jouw mooie rubriek. Ja, je zegt mijn opleiding als klassicus, maar ik neem aan dat je het al eerder hebt gelezen. Of is dat niet zo? Las je het echt tijdens je studie? Nou, de allereerste aanraking die ik had met de Odyssee was als middelbare scholier. Maar toen was ik nog vrij jong. Ik zat denk ik in de tweede of derde klas. En ik had net voor het eerst Grieks op de middelbare school. En ik vond het fantastisch. Vooral vanwege de rare lettertjes. Een soort van geheimtaal. Dat vond ik buitengewoon fascinerend. Maar je begon al in de tweede klas met Homerus? Nee, niet met Homerus. Met het Griekse alfabet en dat soort dingen. Oké, gewoon alleen. Nee. Ik dacht al, ja. Maar ik wist wel dat dit allemaal tot doel had om ooit een keer uit te komen bij Homerus. Ik wist van het bestaan van Homerus en ik wist dat dat volgens veel mensen de belangrijkste dichter, belangrijkste schrijver aller tijden was. En ik kon niet wachten om dat ook een keer te mogen lezen. Mm-hmm. En wat ik natuurlijk had kunnen doen was naar de bibliotheek gaan en een vertaling van de werken van Homerus lenen en dat in mijn jongensbedje te lezen. Dat deed ik niet. Snop als ik was, ging ik naar de bibliotheek en ik leende de Griekse editie van Homerus om in mijn jongensbedje te lezen. Mm-hmm. Maar dat kon ik helemaal niet lezen natuurlijk, want mijn Grieks was helemaal niet. Beta gehad. Ja, precies. Ja. Ja. Maar toch, en dat kan ik me nog heel goed herinneren, gaf het mij een buitengewoon belangrijk gevoel en het gevoel om deel uit te maken van een belangrijk geheim, om die originele tekst van Homerus in het Grieks naast mijn bed te hebben liggen, ook al kon ik er geen letter van lezen. Ja. Heel veel later heb ik pas begrepen dat ik daarmee mezelf ook al in een traditie stelde. Het is bekend van Petrarca. Petrarca sprak en schreef vloeiend Latijn, zoals elke humanist in die tijd, maar hij kende geen Grieks. Het kennis van het Grieks was verloren gegaan in het westen van het voormalige Romeinse Rijk. En hij stond op een gegeven moment met een Griekse tekst van Homerus in zijn hand. En dat is het enige moment in zijn leven dat hij heeft gevloekt, omdat hij dat niet kon lezen. Okay. Dus jij voelde je een soort van, ook al wist je dat toen nog niet, een soort kleine Petrarca met dat boek naast je bed, wachtend op het moment dat je dat wel kon gaan lezen. En wanneer was dat dan? Nou ja, op een gegeven moment in de vijfde van de middelbare school was het moment aangebroken dat we dan daadwerkelijk Homerus gingen lezen in de klas. En dat was ook toevallig een stukje uit de Odyssee. De leraar had een aansprekende episode uitgekozen, namelijk de episode van de Cycloop. Mm-hmm. Waar Odysseus met zijn manschappen aan wal gaan. Nou ja, we kennen het verhaal en dan de grot van de Cycloop vindt en ze gaan daar dan kazen eten en zo. En dan komt de cycloop terug en sluit ze op en begint ze één voor één op te eten. En Odysseus moet dan een list verzinnen en zo enzovoorts. Ik vond het een heilig moment dat we dat begonnen te lezen. En in dat hele jaar zijn we niet verder gekomen dan de ingang van de grot. We hebben denk ik in een jaar misschien 20 regels gelezen, want het was ontzettend moeilijk voor ons. Mm-hmm.
Maar ik was heel diep geroerd en tevreden over de loop die mijn leven had genomen. Dat ik 20 regels in het origineel van Homerus had mogen lezen. Dus je voelde je nog wat dichter in dat geheime genootschap toewerken. En want is het toen sindsdien eigenlijk altijd het boek van jouw leven geweest? Of heb je periodes gehad dat je het, dat je het even niet meer kon aanzien en weg hebt gesmeten? Nou ja, op een gegeven moment brak natuurlijk het moment aan dat ik het daadwerkelijk ging lezen. Ja. En niet alleen die 20 regels. Tijdens mijn studie klassieke talen was dat natuurlijk een van de belangrijkste teksten om uitgebreid te bestuderen. En dat had in theorie natuurlijk een grote deceptie kunnen zijn. Vooral met zulke hooggespannen verwachtingen. Maar dat was het niet. En op een gegeven moment kon ik ook wel mijn instinctief aangevoelde belang van de tekst rationaliseren. En toen begon ik te begrijpen dat daadwerkelijk de hele literatuur voortkomt uit Homerus. Of eigenlijk dat alles wat de literatuur sindsdien gebracht heeft, in wezen al aanwezig is in de Ilias en de Odyssee. En vooal de Odyssee. En kun je dat uitleggen? Wat verder? Waarom zit daar alles al in? Om te beginnen is de Odyssee bevat eigenlijk al alle genres die ooit zijn bedacht. Het is een avonturenverhaal. Het is een uiterst geraffineerde psychologische roman. Het is een soort van coming-of-age roman. Nou, eigenlijk heel letterlijk een coming-of-age roman als het gaat om het personage van Telemachus. Het is een liefdesroman. Het is een science-fiction roman. En het zit er allemaal in. Het is eigenlijk niet meer mogelijk om iets nieuws te verzinnen na de Odyssee van Homerus. Maar belangrijker nog is dat eigenlijk alle literaire technieken al vrijwel tot in perfectie zijn uitgevoerd door Homerus en vooral in de Odyssee. Het heeft een buitengewoon geraffineerde en hele knappe compositie. Het heeft een compositie die maximaal aanstuurt op suspense. En het heeft eigenlijk alle narratieve modellen die vervolgens in 2000 jaar, 4000 jaar, nee, wat is het, 2000, 3000 jaar in de westerse literatuur zijn gebruikt, zijn daar al effectief. Mm-hmm. En daar kwam je achter toen je dat dus aan zo aan het bestuderen was? En vervolgens ben ik ook, ik heb een tijdje gewerkt aan de Universiteit van Leiden als onderzoeker en docent Grieks. En ik heb ook jarenlang het voorrecht gehad om college te mogen geven over de Odyssee. Mm-hmm. En natuurlijk, als je gedwongen wordt om college te geven ergens over, begin je er pas echt in te verdiepen. Dus toen begon ik dat soort dingen nog beter en nog je beter te doen. Zelf kunnen overbrengen wat erin zit. Maar waarom? Want jij bent afgestudeerd op Pindaros. En waarom eigenlijk niet op Homerus? Ja, het probleem. Of afgestudeerd, sorry, gepromoveerd op Pindaros. Ja, afgestudeerd ook toevallig. Ook afgestudeerd, dan heb ik het goed gedaan. Ja, het probleem met klassieke talen is een beetje dat het woord zegt het al, het zijn heel erg klassieke talen. En dat betekent dat ze al 3000 jaar worden bestudeerd wereldwijd. Dus er is heel erg veel secundaire literatuur over wat dan ook. En dat is helemaal een groot probleem met de grote topauteurs. Mm-hmm. En de topauteur der topauteurs is Homerus. De literatuur over Homerus, de wetenschappelijke literatuur over Homerus, kun je al nauwelijks nog in een mensenleven tot je nemen. Mm-hmm. Dus om daar wetenschappelijk verantwoord met inachtneming van al het werk van andere wetenschappers een studie aan te wijden, ja, dan moet je toch wel heel erg beslagen ten ijs komen. Dat is misschien niet zo'n heel erg geschikt onderwerp voor een dissertatie, wat toch eigenlijk je eerste proeven is van een wetenschappelijk werk. Ja. Pindaros was ook niet bepaald een onbegaan pad, maar het was een toch een heel veel onbekendere dichter. En ik vond Pindaros ook een heel erg fascinerende dichter, een heel goede dichter. En het belangrijkste was nog wel van Pindaros dat
hij de reputatie had, dat stond echt in alle literatuurgeschiedenissen, dat hij tot het onleesbare, op het onleesbare af moeilijk was. Mm-hmm. Toen dacht ik, that's my man, die moet ik hebben mm-hmm. voor mijn proefschrift. Dan, okay. dan kan ik er tenminste nog iets mee doen. En wat was je conclusie uiteindelijk? Was dat zo? Of, conclusie? Ja, nee, zo werkt dat niet in de wetenschap. Nee, maar was het inderdaad, was hij zo moeilijk als de reputatie... Pindarus was eigenlijk een experimenteel dichter mm-hmm. in zijn tijd al. Ja. Dat betekent dat hij geen normaal Grieks schrijft. Dus het is al moeilijk omdat het Grieks is, maar dan schrijft hij ook nog eens een keer expres raar Grieks. Mm-hmm. Ik denk als je Pindarus echt goed zou vertalen, dan zou er iets uitkomen zoals als Lucie Bert of zo. Iemand die ook heel doelbewust met woordkeus en inbreuk op de gangbare syntaxis probeert te ontregelen. Dat is buitengewoon fascinerend. Ja. Hij is ook daardoor van invloed geweest op allerlei dichters die zich wilden verwijderen van de klassieke traditie. Bijvoorbeeld op dichters zoals Hölderlin. En ook Lucie Bert. Mm-hmm. Tegelijkertijd was Pindarus een dichter die heel erg in zijn eigen tijd stond. Het waren eigenlijk gelegenheidsgedichten die hij schreef. En die vertonen ook heel nadrukkelijke sporen van de tijd waarin ze zijn ontstaan. En daar ging mijn proefschrift voornamelijk over. Ja. En had je in die tijd dan eigenlijk heel erg soms wel even heimwee naar Homerus? Ja, nou ja. Weet je wat Homerus ook zo goed maakt, is dat je daar... het onttrekt zich eigenlijk bijna aan analyse. Omdat je kunt wel van alles eraan uitleggen, maar dan heb je toch nog niet het idee dat het daarmee klaar is of zo. Het onttrekt zich eraan omdat je de volgende keer als je het leest toch weer gaat twijfelen aan je eerdere analyse, omdat het misschien te zwaar was, te pedant was. Het is eigenlijk zo vanzelfsprekend en tegelijkertijd zo raak, zo rijk, dat je dat heel lastig in wetenschappelijke categorieën kunt vatten. Mm-hmm. En ik heb het er laatst toevallig over gehad met Stella, met mijn vriendin. Ik probeerde te definiëren wat voor soort stem dat nou is. De verteller, laten we maar Homerus noemen, de verteller van de Odyssee, is een soort van, is onweerstaanbaar. Mm-hmm. Het is heel erg prettig om naar die stem te luisteren, maar dat is heel lastig uit te leggen waarom dat is. Maar ik denk dat Homerus heeft een soort van heel erg zachtmoedige wijsheid in zijn verteltrand. Iets wat bijna af en toe neigt naar ironie. Een opa met een glimlach op zijn gezicht. Maar die eigenlijk heel veel meer weet van de wereld dan wat hij op dit moment even aan het vertellen is. Zo'n soort verteller vertelt je over deze man, over Odysseus, die eigenlijk een soort van revolutionair was in zijn eigen wereld. Een wereld van eer en krijgers. Een soort van samurai-achtige oorlogssituatie. Mm-hmm. En daar was Odysseus een man die het moest hebben van zijn verbale gaven. Een handige prater, een heel erg geraffineerd leugenaar, een manipulator. En die volgen we. En daar moeten we dan ook sympathie voor hebben. Mm-hmm. En daar krijgen we ook sympathie voor. Maar we doen dan ook met de wisselwerking met die verteller, die opa, die stem. En dan over die Odysseus. Die wisselwerking, bedoel je dat iets speciaals oplevert eigenlijk? Dus het is eigenlijk een heel erg betrouwbare stem die het verhaal vertelt van een onbetrouwbare man. Ja. Ja. Ja, precies. En maakt dat trouwens ook dat je de Odyssee beter vindt dan de Ilias? Ik vind de Ilias is ook een heel erg belangrijk meesterwerk. Maar ik vind de Odyssee geraffineerder. En dan heb ik het vooral over de compositie. Mm-hmm. Hoe vertel je dat? Hè? Het gaat erover dat
Na de val van Troje gingen alle Griekse helden naar huis. Het was gelukt. Gewonnen, afgelopen, vieren. In het geval van Odysseus duurde die reis 10 jaar. En toen kwam hij thuis en daar was de situatie danig uit de hand gelopen. Allerlei types, profiteurs en parasieten hadden bezit genomen van zijn paleis. En hij moest daar dus moeilijk manoeuvreren zonder zich onmiddellijk bekend te maken. Moest hij daar orde op zaken stellen en zijn koninkrijk terugclaimen. Dat is het verhaal. Dat kan je natuurlijk chronologisch gaan vertellen. Dan krijg je een soort van Netflix-serie. Mm-hmm. Ook mooi. Homerus balt dit hele verhaal samen in 40 dagen. Het begint op het eiland Ithaca met de zoon van Odysseus, Telemachus, die inmiddels volwassen is geworden. En actie wil ondernemen. Want zijn vader is nog steeds niet thuis en hij wil op zoek naar zijn vader. En hij weet wel dat dat moeilijk zal zijn, maar hij is ook een volwassen man geworden en hij wil laten zien dat hij ook wat kan. En eer behalen en zo. Dus dan in ieder geval maar ergens naartoe informatie inwinnen. En vervolgens gebeurt er van alles in dat paleis. En de eerste keer dat we een glimp opvangen van Odysseus is in boek 5. Zijn we al 5 hoofdstukken ver. Op dat moment zitten wij ook heel erg op Odysseus te wachten, weet je wel. Mm-hmm. Dus die suspense is heel effectief. Het wordt voelbaar gemaakt dat Odysseus maar niet komt. En dan komt hij uiteindelijk. Dan blijkt hij op een eiland bij een nymf te zitten. Daar wordt hij vrijgelaten en zo. En dan lijkt hij wederom schipbreuk. En dan komt hij op dat eiland van de Vajaken. En daar op een gegeven moment. Hij moet heel voorzichtig zijn. Hij vertelt nooit zijn echte naam. Hij vertelt nooit wie hij echt is. Maar hij wordt gefeteerd op het banket. En dan is er op dat banket Homerus zelf. Maar zo is het niet. Daar is een zanger, een bard, die eigenlijk, hij heet anders, maar dat is eigenlijk precies degene die het beroep heeft dat Homerus ook had. Mm-hmm. En die begint te zingen over de val van Troje, om de gasten te onderhouden. En over alle heldendaden en de doden die gevallen zijn en zo. En de koning van de Vajaken ziet dan opeens dat zijn gast, die een plezier dacht te doen, in huilen is uitgebarst. Ja. Door al die herinneringen die dat oproept, want hij was daarbij. En dan vraagt hij, sorry, maar is er een probleem? Waarom moet u huilen? En dan komt het hoge woord eruit, maar dan zijn we op de helft van het boek, op de helft van de Odyssee. En dan zegt hij, ik ben Odysseus. Mm-hmm. En dan vertelt hij het hele verhaal, 10 jaar lang omzwervingen, vertelt hij daar ter plekke aan de Vajaken. En dat is dus één grote flashback. Dus de hele voorgeschiedenis van 10 jaar is een ik-vertelling. Ja. De Vajaken zijn ontroerd en brengen hem dan met magische schepen naar huis. En vervolgens krijgen we de episode om orde op zaken te stellen op Ithaca. Dat is een buitengewoon geraffineerde compositie. Ik versimpel het nu een beetje, maar. Dus in de eerste plaats ben je eigenlijk vooral heel erg onder de indruk van die compositie, van hoe hij dat dus. Ja, dat is verhalen vertellen, dat is schrijven. Dat is wat ik hoop te bereiken als ik een boek aan het schrijven ben. Als jij dan een boek aan het schrijven bent, denk je altijd daaraan? Denk je altijd aan Homerus? Nee, niet zo specifiek, maar dat is. Laten we zeggen, het is af en toe denk ik eraan als een soort van eikpunt. Om mezelf eraan te herinneren hoe het ook weer moet. Ja. Ja. En herlees je het? Ja, je hebt natuurlijk tijdens dat je les gaf, heb je natuurlijk eindeloos vaak herlezen. Doe je dat nu nog steeds? Ja, maar niet meer van kaf tot kaf. Ik lees af en toe weer een stukje. Ja. Ja. En dan heb je een favoriete episode waar je dan nog steeds weer naartoe terugkeert? Nee, ik neem dan een random episode. Nee. Oké, okay. Ja. Gewoon. In het Grieks. Ja, ja, dat lukt nog wel. Heel goed. Ja. Het is het boek is te koop hier in de bij de boek, het boekensteentje. De Ilias ook en de Odyssee. Dankjewel voor het gesprek. Jij dankjewel. Jij gaat nog eventjes signeren hier. Ja, beneden. Maar ik ga niet Homerus signeren. Nee, wel je eigen. Nee, ook niet als iemand het lief vraagt.
Dan, Nee, dat vind ik hubris. Oké, okay, dan is het gewoon alleen je eigen werk. Ja. Dank voor het gesprek. Dankjewel.